Zo, en nou loop ik dus hier gewoon eens een keertje. Heel ergens anders, lekker. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag, namelijk maandag 29 augustus 2022 en het is nu 12:30 geweest. Ja, ik zit met Roderick aan de telefoon, die komt deze kant op en dan hang ik even gelijk alvast op. En ik ga even namelijk in de auto kijken. Waarom? Dat vertel ik je zo meteen. Dus wij wensen jullie sowieso weer vandaag heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik zou er dus even op terugkomen met mijn auto. Vanochtend werd er aangebeld bij mij. Dus ik ging even gelijk op mijn dingen kijken van wie is dat. Ik denk, hè, waarom moet hij nou serieus bij me aanbellen? Nou, ik denk, het zal wel, misschien is het verkeerd. Belde hij nog een keertje aan. Ik denk, nou, dan zal het wel iets wezen. Dus ik mijn badjas aandoen. Loop en naar mijn balkon toe. Ik zie jou. Wat is er? Ja, zegt hij. En je raam van je auto staat open. Als dit je auto is. Ik zie, ja, dat klopt. Hij heeft mijn raam aan de passierzijde, aan de voorkant. Dus gewoon de hele nacht open gestaan. Dus ja. Handige Harry ben ik, hè. Ja, heel handig. Not. Maar ja, maakt niet uit, kan gebeuren, ja hoor. Maar het is wel zo vriendelijk. Dankjewel buurman, als je mijn vlog kijkt, ik weet het niet. Maar dankjewel voor alle eerlijkheid dat je even aanbelde. Dus, want wij hebben ook wel eens andere tijden gehad, hè. Ja, dat je boos was op mij, ja. Maar die tijden zijn er niet meer. Maar ik ben blij dat je even netjes aan hebt gebeld. En om te zeggen dat mijn autoraam open stond. Dus ik heb gelijk mijn sleutels gepakt, even open gedaan en weer dicht gedaan. Dus ik vroeg ook gelijk van, is hij nou wel dicht? Ja, hij is dicht. Dankjewel, buurman. Top. Dus ja, nou ben ik lekker lopen met Lady. Alleen met Lady. Lekker lopen. Mag ook. Moet ook gebeuren. Ja toch, gewoon even quality time met Lady. Roos even met de zusjes. En als ik eraan toe kom... Inderdaad, als ik eraan toe kom, dan wil ik even namelijk met de zusjes eventjes, dan blijft Ledelijke thuis. Dat vindt ze ook niet heel erg, thuis blijven. Nee. Maar dan wil ik dus namelijk even met de zusjes even ergens naartoe. Het is 82 kilometer rijden, 1 uur en 2 minuten in de auto. Ja, nou ja, joekerpoppie. Dat is heel snel hoor, 1 uur en 2 minuten. Bij mij wel. Dus ik ga zo meteen even alvast het een en ander in de auto gereed maken. Want dan doe ik eerst de Verona zijn werk brengen. En dan de zusjes ophalen. En dan gaan we even lekker ergens naartoe. Dus ik wens jullie gewoon, zoals net in de intro, heel veel kijkplezier. Lekker, hè? Wel. Je doet het wel. Kom maar, ja. De roep zullen maken, heb ik. Toe, bleed, go. Loop vaker zijn, maar dan gaan we op. Lopen. Nou, ik sta hier maar weer. Ja, alleen gaat het droog in onze drooghal. Ja. Nou, weet je waarom ik hier sta? Ja.
de milieu vond het leuk om, om mijn auto te beviezen. Ja, ik weet niet of jullie het hier een beetje kennen zien. Ik heb hier namelijk vies opgeschreven. Kijk, gewoon hier. Kijk, opletten. Ja, oh vies. Eeuw. Dus ja, ik ga hem even schoonmaken. Gewoon even snel met een hoge drukspuit. Kijk dan. Vies. Bah. Ik weet niet of het heel goed op camera is te zien. Ik denk het haast wel. Het is wel lekker veel tegenlicht, zeg maar. Maar het is gewoon vies. Bah. Moet je nou eens kijken hoe mooi schoon die nou weer is. Ja. Ja. Kijk dan. Hij is weer mooi schoon. Lekker. Nou, de auto die ik dus nu film, dat is gewoon Roderick zijn auto. Moest kijken hoe vies die is. Zal ik even omdraaien. Kijk dan. Focus. Focus, hij wil niet focussen, jongens. Moest kijken hoe vies een auto is. Oh. En mijn auto is dus nu net weer schoon. Het koninklijk huis. Ik moet even zeggen, want anders hebben ze in de gaten, kan het filmen. In België. Mag nog niet. Nee, we doen het nog een keer. Nu wel. Wow! Kom even in mijn kant of zo. Dat is een rammetje. Je ramt alles aan de kant.
It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ooh, I hear you cool. No, 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 I
We zijn dus nu, ja. Ja, waar zijn we nou, Lovely? Het is nieuw, hè? Kijk, hier zijn we nu. Ja. De twee zusjes lekker mee. Heen mee? Wandelroutes! Yay! En nou loop ik dus hier gewoon eens een keertje. Heel ergens anders. Lekker bij de lage vuurs. Lekker met de hondjes. Heerlijk. Gewoon eens een keertje weer wat anders, joh. Huh? Gewoon ook wel weer fijn. Ja, gewoon eens even met de twee zusjes even heel ergens anders naartoe. Ja, moet ook kunnen. Ja hoor, maakt helemaal niet uit. Nee, dit is alleen maar leuk. Ja, en hun hebben er ook even zin in. Alleen, ik dacht dat je hierachter ook met de hondjes los mocht. Maar blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Maar ze hebben dat wel even lekker naar hun zin. Ja. Zachtjes. Wat is hier dan? Cookie? Jutty? Cookie? Zitten. Kijk eens hier. Hallo. Koekoek. Kijk. Zitten. Kijk. Niet. Nee, geen cookie. Kijk eens, cookie. Lovely vindt het leuk om te gaan piepen. Want ik heb nou gezegd dat we een balletje gaan halen. Gaan we een balletje halen? Lovely, gaan we een balletje halen. Uit de auto. Auto zoeken dan? Ga auto zoeken. Ja, ik film nog wel eens per ongeluk naar boven, terwijl ik daar moet filmen. Ja. Handige Harry. Wachten. Blijf. Goed zo. Blijf. Nee, nee, nee. Ga maar niet in. Wachten. Nee. Blijf. Dames, kom eens hier. Kijk eens. Maakt het niet uit, ga toch voor u heen. Ik heb sowieso niemand drie hernia gegeven. Hutzo. Lovely, meneer. Hallo. Lovely. Daar hebben we Beauty. Wat ga je doen, schatje? Beauty, love. Lovely. Hier blijven. Lof, kom eens hier. Schatje, wat is er? Oké, nou, ik heb hier een heel groot veld. Ik kan ook hier met balletje gooien, maar het is overal veranderd. Want aan de overkant, daar mogen ze allemaal niet meer loslopen. Het is allemaal aangelijnd. Dus dan maar hier even lekker met de hondjes balletje gooien. Ook helemaal goed. Hé, meisje hier. Kom maar. Schatje. Hallo. Wil je water hebben? Bij de auto en bij de band. Bij de band. Ga maar water pakken. Ga maar water pakken. Ga maar water pakken. Doe maar. Ga maar water pakken. Doe maar. Ga maar water pakken.
Bij de band. Ja, doe maar. Bij de band. Doe maar. Nee, lof. Is niks, schat. Ga naar de band toe dan. Ga maar water pakken, schat. Is bij de band. Doe maar. Heb ik achter de band neergezet, schat. Hi. Ga dan. Water pakken dan. Kijk, precies achter de band. Achterband. Heb ik een bak met water staan. En dat weten ze. Hey, ik heb muntje 1. Kijk. Ik heb muntje 2. Ik heb muntje 3. Ik heb muntje. Ja. 6. 7 muntjes al. Maar meer muntjes. Eens even kijken. Nee, ik heb er 7. En dat voor rook kunnen scoren. Ja, ja. Ik heb er 7 muntjes en voor rook kunnen scoren. Ja. Zo, helemaal goud. Oh, die ziet hij dus niet aankomen straks. Nee, dat weet ik nu al. Waar hebben die nou weer vandaan? Nou, gewoon. Muntje scoren. We gaan dus even, zoals altijd, gewoon weer naar de... Ja, precies dat. Naar de, ja. Dus, eens even kijken of er überhaupt wat in zit. Ik weet het niet. Het is nu inmiddels al 9 uur. Ik ga eens even deze kant op, want ik vind die klink... Deze, die rode, ik vind dat klote rijden. Deze grijze tegels... Ideaal, ja, we moeten eigenlijk gewoon overal neerknallen aan deze grijze grote tegels. Vele malen beter, deze grijze tegels. En dan kan ik er weer net niet tussendoor. Is dat handig? Nee. Om een weg te blokkeren? Nee. Is niet handig, niet. Maar okay. Kijk. Zal ik je laten zien. Ik wou daar dus namelijk net hier langs. En dat kan dus hier niet. Nou, moet ik even omlopen. Eens even kijken, wat zit erin? Wow. Er zit wel wat in, jongens. Er zit wel wat in. Gaan we even kijken wat erin zit allemaal. Eens even kijken. 250 van zon. Zit er nog meer in? Eens even kijken. Genoeg. Zeg maar, zalm, zalm, zalm. Tonijn op ijs. Nou, dat hoeft niet, bent niet hoor. Tonijn op ijs. Gaat het niet waarderen. Ja, dat gaat hij niet waarderen, niet. Lunchworst. Nee, leverkaas wil ik hem ook niet mee te verblijden. Wat is dit voor lekkers? Kipdijlapjes voor 1 euro. Nou, neem ik die ook wel weer mee voor mezelf. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Daar, ik rijd. Dat is niet handig, niet. Kogelbiefstuk. Nou, daar wordt hij wel blij van. Zal ik die dan meenemen voor jou? Ja, die neem ik lekker mee voor jou. Nou, wat hebben we nog meer? Nou, die hebben we. Dat hebben we. Die hebben we. Dat. Een bietenmaaltijd. Nou, ga ik niet doen. Nou. We hebben zoveel, maar alles is vele malen duurder geworden. Ook de bak. Ja. En ik denk als onze Fransen nog zou geweest zijn, dat deze prijzen gewoon hetzelfde waren gebleven. En niet zo bizar duur ook in deze bak. Net zoals dit was vroeger geen 4 euro. Hè. Echt niet, come on. Maar ja. Ze krijgen ook maar een opdracht, die en wel. Daar zit geen ding op. Nou, hier hoef ik er ook niet voor mee te verblijden. Nou. Nou, dat was hem dus eigenlijk al. Eigenlijk. Gewoon weer gelijk de bak eventjes opruimen voor ze. Ben ik ook weer lief, zeg maar. Ik heb wel heel veel commentaar, maar ik kan ook lief wezen. Je weet het in de gaten. Heel veel commentaar, maar ik kan ook lief zijn. Ja.
kan lief wezen. Ja, ja. Kan lief zijn hoor. Kijk. Romanië sla is... Komt dat uit Roemenië of zo? Dat is, weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Het lijkt wel een Roemenië sla, joh. Romania sla. Nou, en Roemenië. Geloof mij nou, dat komt lekker uit Roemenië. Nou, geef mij maar gewoon even van de boer zelf sla. Ja hoor, maakt helemaal niet uit. Zo, ik heb dat. Zoals je ziet, lig ik lekker in bed. En dan weet jij wel wat dat betekent. Toch? Juist. Ik ga de vlog afsluiten. Dus, vond jij dit nou een superleuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan niet hier beneden te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat even gelijk een leuke reactie achter. Dan zou ik het super tof vinden. En dan zou ik zeggen, dank jou wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.